Manon Schoop heeft lastige maanden achter de rug. De talentvolle atleet uit Emmeloord raakte op het NK Indoor half februari uiterst ongelukkig geblesseerd aan haar enkel. Inmiddels werkt Schoop hard aan haar herstel. Ja, Manon, 2 maanden geleden dat het eigenlijk misging op een hele lullige manier. Kun je nog eens vertellen, wat gebeurde er? Nou, ik ben tijdens het NK Senioren van de hoogspringmat afgestapt en toen zijn mijn enkelbanden ingescheurd. Ja, dat was eigenlijk wel heel gek, hè? Want je had juist zo'n mooie sprong gemaakt en toen zo'n lullige manier waarop je geblesseerd raakt. Ja, het ging heel goed en ik stapte er gewoon vanaf. Het was gewoon een ongelukje, maar wel jammer. Heb je een verklaring voor hoe zoiets gebeurt? Nou, mijn enkels zijn sowieso niet heel sterk, maar het was gewoon net pech dat het door mijn enkel ging. En dat het meteen zo erg was ook. Dus. Ja, nu 2 maanden verder. Hoe zijn die 2 maanden voor je geweest? Nou, wel moeilijk, want je mag niks doen. Maar we zijn weer rustig aan het opbouwen. En het gaat wel weer de goede kant op, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, want hoe ziet zo'n revalidatietraject eruit? Nou, eerst kon ik helemaal niks, dus je moet gewoon beginnen bij niks. En dan weer opbouwen totdat ik alles weer kan. En dat is nog niet, maar ik hoop dat dat wel zo snel mogelijk weer zo is. Ja, want hoe ver ben je in je revalidatie? Weet ik niet. We moeten echt afwachten wanneer ik alles weer kan. Maar het gaat tot nu toe best wel goed. En ik hoop dat het zo door blijft gaan en dat ik dan snel weer op de baan sta gewoon. Nou is binnenkort natuurlijk ook het NK junioren. Zijn dat de dingen waar je naar uitkijkt? Ja, ik hoop dat ik dan alles weer kan. Dus dat ik dan ook gewoon weer kan trainen op alle onderdelen. En goed kan trainen op alle onderdelen. Het NK junioren wordt op 14, 15 en 16 juni gehouden bij AV NOP in Emmeloord.